Yo mensen van YouTubers en welkom weer bij een nieuwe reactievideo en vandaag gaan we het hebben over de Bamboozle Challenge die we 3 jaar geleden hebben opgenomen op zo'n toevallige dag dat Jonas zijn bus niet reed, was op woensdag of zo. Dan hadden we een andere bus dat jaar, maar die kwam niet, dus hij rijdt bij ons mee naar huis, kon zijn mitten achteraf halen, dus dan hebben we maar de Bamboozle opgenomen en ja, het was een skate-doos, ik Bamboozle, niet alle smaken zaten erin, maar het was toch 5 euro, onnodig. Mm-hmm. Dus ja, tijd voor de intro van de video. Het is niet de duurste, het is. Stinkdierenspray en stinken als ontbreekt, maar voor de rest is alles aanwezig. Ja, en wat laten we beginnen met deze video. Na de intro. Misschien hij wel, want hij beweert dat hij de Bamboozle lekker vindt. Ja, we gaan het doen. Ja, hij beweert dat hij de Bamboozle lekker vindt, man. We hebben met steenpapier schaar hebben we dat gedaan, maar weer een slecht gedacht. In het vervolg doe ik iets met bingo of zo. Ja. Allebei een nummerje draaien, wie het laagste heeft, die moet erin pakken. Ja, we kunnen doen, appeltoet. Ja, maar we doen nog zoiets. Nee. Ik ben niet nog eens van zin om de hele keuken onder te schijten, om even een smoothie te maken. Blad, steen, schaar. Ik win altijd, jongen. De meeste mensen doen meteen schaar, dus die zijn echt dom. Oké, ja, jongen. Allee, jij moet het doen. Oké, ik hoop. Ja. Ik hoop namelijk. Maar uitleg. Ik hoop echt dat ik kot. Nee, het is. Oh, snot of Suzy Peer. Dat is keer. Nee, maar als je zo. Ik weet niet, maar. Die was fucking slecht. Misschien in sommige versies smaakt die fucking goed, die peer. Maar ik had zust peer en dat smaakte naar gras. Slecht. Ja, wij zijn natuurlijk ook voorbereid. Voorbereid. 2, 1, beat. Allee, jij eten. Beide, 4 keer. 4 keer, jongen. Smaakt naar gras. Ja, dat zijn met dat vinger genoeg, hè. Smaakt naar gras, dus het is peer. Nice! Peer. Dat is echt niet lekker. Pararam. Dat smaakt niet naar peer. Dat is gewoon gras. Smaakt niet naar peer, maar gras is niet erg. Oké, nu wil ik gewoon eens. Oké, want ik ben toch altijd dat blad in schaar. Jij doet meteen schaar. Kom, doe wat. Dus ja, ik doe vooral altijd schaarzen, hè. Ja, zo doe je gewoon blad... geen schaar. Oké. Blad, steen, schaar. Ja, van, ik deed het expres. Ja, ik deed het expres, hè. Ja, dat weet ik. Maar als hem dat doet, dan doet hem ook die een duim erbij. Als hem fuck you doet, dan doet hem ook altijd met die een duim erbij. Ah, is dat moet zo? Als hem schaar doet, dan steekt hem ook altijd zijn duim uit. Dat moet ook. Moet, hè. Woorden, het is tandpasta of. Ja, dat is. Ja, tandpasta houdt hem dan. Tandpasta. Bom, shit. Oké, grappig. Blad, schep, tandpasta. Schaar. Oh, shit. Kijk, nu moet. Begin ik met schaar. Doe dat watje eruit. Nee, elk is eigenlijk vies, jongens. Die juicy peer, dat is eigenlijk vies. Dat gras was vuil, jongen. Nee, dat is. Leg het neer en we doen het. Dat was niet lekker. Ik ga het sexy doen, hè. Sexy. Kots of persik, geen probleem, maar voor deze. Ze is wel eens een keer horloge dat gegaan. Maar jij ook zo? Is die? Ja, echt zo'n waterdicht horloge. Met van die rubberen armband. Nee, pak het echt. Deze is het ook. Ik heb er echt geen zin in. Maar als dat had ik niet opgegeten, dus een als dat. Dan heb ik al een punt, dus ja. Ja, ik heb een punt dan. Ik eet dat niet op, ik eet dat echt niet op. Ja, ik kan het niet opfretten, ja. Dus als jij nog één krijgt, fucking faal, jongen. Jens heeft er al één op. Nee, ik heb die eigenlijk nog niet op, hè. Nee, die vorige. Hij zit nog steeds in mijn tanden. Die vorige heb jij toch op? En ik heb er ook alleen op. En ik heb er ook alleen op. Ik had gehoopt dat we gaan kots kregen. Kom, eet hem op. Wat een kerel. Daar gaan we dan. Oké, kots eet ik niet op, jongens. Als ik het proef... Zit hem nooit, dat ding. Echt niet. We gaan het zien. Oké, even die peer erin slikken, want het is nog steeds niet weg. Oké, ik ben er klaar. We beginnen drinken mee. Oh, hé, jongen. Boeien, kom, doe maar. Hij zit met een melk in, hè. 2, 1. Kots. Kots.
Oké, jij zegt 2.91. Perzik! Fucking anders! Perzik, joh. Dat smaakt echt fucking goed, mensen. Die perzik, dat is ja, zo'n die snoepjes, echt goed. Als jij, als ik... Dat is het kutte. Perzik is de lekkerste, maar kots is ook het smerigste. Ja. Dat doe je blad in schaar, dan heb jij sowieso meer punten, dus ik kan smaakt fucking, dat smaakt fucking naar snoep, ja. Ja, dat is kei lekker. Blad in schaar doe je, dat is kei lekker. Ik had in Tropical Island de kans om... Dat was zo, echt zo'n jellybean winkel, hè, en daar was de Bimboezel te koop. Echt zo de grootste versie. Maar ik heb die maar niet gekocht, hoor. Ja. Dat is fucking duur. Wie moet het gaan opfretten, ik zeker. Lekker. Ja, ik zal het doorsturen naar u. Jij fret dat op alsof dat verjaardag cadeau is. Anders heeft jij sowieso gewonnen. Dat is echt kei lekker. Ja, door. Die fret dat echt als normale jellybeans. Echt zo kots is. Wat zit er nog bij? Hollen. Ja, goed, biet die in appelmans. Hollenvoer, echt zo. Lekker. Ja, we zullen die nemen, want die hebben nog niet gehad. Het is hetzelfde als Jens had. Nu wil ik eens zien. Ja, nu al gezien dat hij met iedereen fretten helpt. Nu wil ik eens zien. Wat is het? Ruik. Kots. En vind je dat lekker, ja? Kan mij geen fucks. Ah, jongens. Hoe kun je genieten van zo'n vatsige jellybean? Lekker, hè? Dat is toch nog duidelijk dat hij compleet geschift is, jongen. Ja, hoor. De smeer is de smaak van allemaal, ja. Ja. Dit is in de Jens. Ja, jij persing, man. Ik moet zelfs al bijna kotsen van die kots. Oké, dus geen twee. Jij eet die kots gewoon. Ze biedt die rotte ei, die geur. Oh, die was zo erg. Kom op of wat? Maar hij geloofde het niet op school, maar we gaan nu verder, dus jij zit nu terug. Maar, dat geloof je toch niet? Nou, sommige mensen vinden dat niet zo vies. Het is weg, hè? Ja, lang. Ik moet dat ook doen. Ik moet dat gewoon doen. Ik moet die kots gewoon opeten. Toen dan op tent en eieren zijn ook redelijk vies. Nu wil ik gras, tandpasta of wipes. Nee, draai, joh. Of Tutti Frutti is ook heel lekker. Ja, Tutti Frutti, maar stink. Dat is koud, maar ze zeggen dat... Oh, draai. Dus zijn maar... Ah, hier zijn die. Ja, hier ja, zijn die roze. Die zien er... Ja. Tutti Frutti of sokken. Echt vies, hè? Maar die zijn ook wel lekker. Of nee? Hoor. Nee, welke was het? Zeg, jongen. Laat het niet kots zijn of hondenvoer. Ja, hondenvoer, hè? Hondenvoer, hè? Of niet rotte ei, alsjeblieft. Rot ei? Het is stinkensoks of Tutti Frutti. Stinkensoks is echt vatsig. Recht, meent je dat? Maar jij vraagt dat op. Ik denk dat ik wel een chance heb gehad, behalve bij hondenvoer. Er zit echt, in zo'n pakje zit echt altijd letterlijk maar één goeie in. Hè. En dat smaakt naar Smarties of zo, die chocolade. Echt zo vatsig als... Nee, gewoon die roze zijn. Oké, ik ga het echt vlaggen hebben. Oké, okay, is er echt zo vatsig? Ik ga het vlaggen hebben. Kots is denk ik erger. Ja, Fretten. Kots is erger. Dit is ook... Voer is erger. Ik heb honden en onszelf ook zien. Dat was wel een melkenvroeger, hè. Ja, tijd trekken, hè. Tutti Frutti. Oké. Nog 10 minuten te halen. Ik heb alle lekkere, jongen. Ik heb alle lekkere. Ik weet ook niet meer hoe dat smaakt, Tutti Frutti, maar... Ja, moet lekker zijn. Lang geleden. En nu ben ik... Ja, maar ik weet ook nog precies hoe dat de hondenvoer, die eieren en die kot smaakt. Dus. Ja, lekker, hè. Die is niet zo heel lekker. Dus nu ben ik en dan doen we Blad en Schaar wie het eerst is. Maar niet echt lekker of de Tutti Frutti. Het is gewoon koud, gewoon. Kijk, nu gaat het naar pakken. Wat doe jij nu, jongen? Hoe moeten we... Jij doet dat toch voor de plezier? Oh, toch later dan ik zeg. Is het zo voor de plezier? Ik zei net nog, we gaan doen. Nee, maar nu is aan mij, anders is het niet even veel. Snap je? Wat een pudding. Waarom zou jij even veel moeten fretten? Ja? Ja, maar omdat anders die punten niet tellen, hè, jongen. Maar toen was er weer een klap door de mentels, dus konden we dat niet over mij. Nee, lusteren. Dat was met die crazy milk hetzelfde, hè, jongen. Het is niet de bedoeling dat we allebei evenveel shit in onze smoothie moeten doen, hè. Dat ligt er gewoon aan. Het ligt er gewoon aan wie dat er verloor. Ik vind dat dikke zeiler. Het is niet dat je 10 van die shit hebt dat ieder 5 moet hebben. Hoor. De ene kan... Ik met punten snoeien. De ene kan gerust 9 hebben, de andere 9. Mijn rijt is ook 1. Boeien, we gaan verder. Fuck. Nee, dat is 0. 0 gaat bollen. Oké, ga je af. Ben je wel? Ja, dan, jij bent net geweest. Oké, doe maar. Ik kan me niet veel schelen. Ja, die nemen. Kom uit gras. Die dus. Of... Dat ja, dat is geen slechte. Nee, dat is het niet. Dat is hem, ja. Dat is de donkere. Dit is hem, ja. Limoen is echt fucking lekker. Ja, limoen is echt goed. Bij het gras. Ik weet niet hoe gras smaakt, maar... Wacht, doe eens een keer. Nee, dat smaakt nog kotsen. Dat is gras. Ja, gras. Gras. Ik heb echt gras gegeten. Tutti Frutti. Weer al. Oh nee, nu heb ik het baas aan het nemen. Wel, Tutti Frutti. Dit heb jij geluk.
Ja, nee, die houden we niet nog eens. Okay, ja, Stef, rot op. Stef, rot op. Oké, we gaan smeden. Ik ga echt fucking... Jens, ga... Tutti frutti. Tutti frutti. Nee, stinken socks. Stink socks of boogers. Stink zaak. Tutti frutti. Het is niet vies. Het is niet vies. Maar, stink, maar je kunt toch tutti frutti goed herkennen. Het is tutti frutti. Het is tutti frutti. Ja. Het is niet... Dan anders... Sommige smaken ze niet herkennen, man. Gooi dat nu, jongen. Nee, maar ik toch al... Ik heb het niet goed geroken. Ah ja, dit was rotte ei, of wat? Fuck you, ja. Hey, ik heb het niet goed geroken. En het niet goed ruiken. Nee, ik smaak het. Nee, die geur die is er niet echt. Ik ruik het niet, zo, net die stinkjes. Maar het is gewoon omdat dat een skere versie is, daarmee. Gewoon lekker. Ja, ik ga... Lekker. Als je de grootste versie pakt, dat is echt... Ja, dan smaakt echt het verschil tussen sokken en tutti frutti of... Tussen snot en peur. Maar deze was een skere versie van de Ringelbeurt, zeg maar, kutwinkel. Oké, we gaan opnieuw. Ik ben gewoon, ja, nu is het terug gebeld in schat. Oei. Ja, meneer, fucker. Ja. Oké, we hebben we. Ja, oké. Nee, heb ik al net al gehad, dat is niet leuk meer. Nee, wacht. Dat is lekker. Ja, oh. Ja, dat die heb ik nog niet gehad. Nee, rotte ei. Rotte ei. Dat is niet. Je zat met die gele vlekken. Je hebt echt rot ei, hè? Weet ja, dat is echt zo slecht. Ja, rot ei. Oh, jongen. Die is zo slecht, jongen. We moeten ook een maken die proef naar scheiden. Ook in die versie was... Was geboterde popcorn ook niet echt zo lekker. Allee, ik ben sowieso geen fan van popcorn en dan boter ben ik ook niet echt een fan van. Kom goed doen, ja. Niet meer kunt, dan kunt u misschien... En het is met puntjes. Weer al. Dus welke, dat is die donkere. Dat is deze. Dus hij had deze. Maar nu ga ik het echt vlaggen hebben. Ah, dat is weer snot. Ik had terug peer. Dus verder. Het altijd de lekkere dingen die Mild. Ja, dingen moeten nog afkomen. Hondenvoer. Ja, dat is wel nog af. Hondenvoer en zo, want het duurt eigenlijk. Ja, Lemoe. Heb je die al gehad? Ja. Ja. Dat was gemaakt gehad. Lemoe. We hadden allebei zo ingepakt, dus wacht. Dat zat hier ergens toch? Baby wipes, alsjeblieft. Baby wipes hebben we ook nog niet gehad. Is het? Ja, die hebben we. Oh, geef me die blauwe bes. Ja, die sowieso. Tandpasta. Ja. Dat is ook tandpasta, het is altijd tandpasta, het bekend nooit best. Maar jongen, Jens, dat duurt 10 seconden voordat je dit doorhebt wat in zijn bakken zegt. Ja, ja, met die smaken, dat proefde niet. Jongen, munt en bessen. We hebben 6-6 en wacht, net stand. Wacht, we gaan door 10 stand. Het is tandpasta, het is tandpasta. Heb je ervan genoten? Geef dan een like, we gaan zo dadelijk. Wacht, hè? Nee, dat komt nog, denk ik. Huh? En wij zijn antwoord en zeggen we tot zometeen in deel 2. Ah ja, in deel 2, dat is juist. Maar dat komt erachter. Ja, bij die reupload heb ik ze samengemaakt. Maar vroeger op Pretpark Wolfen of als Black Panther, ik weet niet meer, stonden ze in 2 video's. Ja. Oké, welkom bij deel 2 van de Bean Boozle. We zijn in de verder. Dit is deel 2, die komt Ik heb nog steeds die tandpasta in mijn bek. Maar we lopen dus nu 3 baby wipes of. Ja, hier hebben we. Ik wil eens kokosnoot hebben. Ik heb alles gehad, dat is kei wel. Nee, geen kokosnoot, is niet lekker. Stef, niet te veel geluid en we gaan beginnen. Oké, we gaan beginnen. Dus het is nu blad en schaar, 6-6 en dus. Blad en schaar. Yes. Mof, jongen. Hij moet wel afbreken. Geef me die baby wipes, want ik wil die. Hij gaat draaien. Tandpasta weer. Nee, die gaan we bewaren. Nee, ja, bewaren. Ja. Afblijven. Het is? Ja, hondenvoer! Nee, dat wil ik niet. Ja, Jens. Nee, ik kijk mee dan, oké? Okay? Ja, we gingen allebei net, dus eerst. Ja, maar ik zo lief ben. Jij moet dat niet doen, want als jij... Lief, ik ga verder dat voor je plezier, ja. Ja, ik ben er wel grappig nee. Mee. Nee, dan zijn we de video verpast. We moeten geen chocoladepudding... Ah, ja, dat is van u dat ik heb proef. Oh, fuck. Ja, eet nu maar op. Nu stinkt gewoon. Ja, hij had hem al opgegeten nu. Manen eten nu. Oké, ik ga het. Manen. Oké, daar is hem. Daar gaat hij. Please, come on. Uitspuwen. Ja, ik spuw. Ja, doe dat, dan kan ik misschien winnen. Nou, sowieso, ik spuw niks uit.
Fuck, er is toch geen chocoladepudding bij. Dat bedoel ik, en de meeste mensen die houden het dan een half uur in hun bakken, dan denk ik. Ja. Ik kan het gewoon niet. Het is de bedoeling dat dat vies is, jongen. Hoe kunnen dat lekker vinden? Dat is niet vies. Dat is gewoon eten, jongen. Eten is lekker. Hoe kunnen dat lekker vinden, ja? Dat is misschien niet echt hondenvoer, hè, of niet echt kotsen, maar het is vuil. Ja, iedereen stelt zich heel hard aan op YouTube, ja. Ja, en ga dan. Lekker. Nee, ik eet gewoon op. Dat is aanstellen, ja. Nee, aanstellen is doen alsof het zo mottig is wat iedereen doet. Het is mottig, maar dat is niet op te fretten, ja. Ja, jongen wel. Dat jij dat opeet alsof het een kruim is, ja. Noem maar dat snoepjes, oh, lekker. Lekker, ja. Zijn geen snoepjes. De goede versie, dat zijn snoepjes. Ik heb geen punten gekregen hiervoor, dus nu is dat mijn schoon. Nee, dat schijt. Riet je dat echt serieus? Die hebben we al gehad, dat is tutti frutti. Chocoladepudding! Hè? Chocoladepudding. Ik heb 1 keer geknopt. Nee. Oh. Ik had 100. Weet je, het is nu terug typeren. Alleen nee. Ja, dan is het op het einde nog de overschot op fritten. Deze. Ah ja, eerst had ik nog iets random ingesproken. Zo van, oh, what the fuck, ik kan er niet van winnen. En toen gebeurde dit. Vaas gaat nu fucking veel eten. Ziet dat? Je gaat alles op. Zit daar nog in? Kots. Ach, blauw zit daar nog in. Ja, kots. Het groene, het witte. En nog één geel. Ik weet wat er nog in zit. En ik. Daar zitten nog een stuk of 4, 3. Deze 4 kots in. 3. Snot. En domme vies. En ja. Ja, hij gaat het allemaal opeten. Let's chop, jongen. En is dat vies? Maar heb je de vies? Zie je, gaat hem daar zo zitten, ja. Sommige natuurlijk. Tussenin nog. Koper. Een graf en. Een kots. Ja, en een ei ook. Ja, ik kan het precies ook niet proeven, hè. Ah, ja, ik vind het gewoon lekker. Hij verproeft je kots. Ja, maar over elkaar. En jij fret dat gewoon rustig. Ja. Ik zal eens een keer wat hondenvoer opsturen. Goed idee, op een mens. Ja, we weten dat Jonas dingen fret die dat abnormaal zijn. Zoals papier, waarschijnlijk fret. Waarschijnlijk drinkt hem zijn eigen kots ook weer op, zijn eigen schijt. Nee. Zijn eigen schijt frit hem op. En zijn eigen zeik. Nee, ja, enkel als het. Nee, laat maar. Ja, omdat hem vindt dat dat lekker fris riekt. Ja, misschien moet Jonas de Bimboezel eens bestellen, hè. En dan maakt hem maar een video van, hè, dat hem gewoon rustig opfrit. Ja, dat kunnen we doen. Ja, wup. Ik wil die challenge nog wel eens doen, maar. Ja. Ik maar wel met Bingo. Maar ik koop hem niet zelf, want anders ligt hij daar toch maar weg te rotten. Jongen, als we dat met twee doen, ik fret er een paar op, ik ga over mijn nek omdat het zo vies is en de rest, dat fret hij wel op. Ja. Maar dit was de Bimboezel. Dit was de laatste reactievideo van dit jaar. Ja, dit is wel heel lastig. Voor de rest hebben we geen oude video's. Alweer, die hebben we wel, maar. Ja, van die oude pretpark, maar dat is niet echt om op te reageren. Dus ja, Bimboezel is wel een oude challenge, maar het is altijd plezant om iemand dingen te zien fretten die al fucking vies zijn. Dus ja, dit was de reactievideo weer. De laatste ooit, veronderstel ik. Dus zeggen we tot de volgende video en vies Ladders!